Cela Su, dames en heren. Ja, het is wel mooi. Met een nieuw album kom je op 27 maart. Mm-hmm. Voor dit album weet ik dat je naar de Verenigde Staten bent gegaan om onder andere inspiratie op te doen. Is dat bij het nieuwe album ook zo of iets anders gedaan? Oh, ik ben een beetje ik heb overal gezeten. In Londen, in Jamaica, in L.A. Dus het komt weer van overal. Maar dat was bij de eerste plaat ook zo. Dus. Heeft het succes je een beetje verrast afgelopen jaar? Want ik bedoel, het is heel snel en heel groot geworden uiteindelijk. Ja. Wel, je zit daar zo middenin, denk je, dat je dat niet echt beseft. Maar wel natuurlijk als je show speelt in een ander land buiten België, waar je weet dat je wel bekend bent, is dat wel chockerend om volle zalen te kunnen verkrijgen. En dan sta je ook nog op Paaspop, waar je ook nog gaat schitteren uiteindelijk. Ja. Toch? Mm-hmm. Je gaat Alone doen, je grote hit. Ik ga van de vloer af, hij is helemaal voor jou. Cela Su, dames en heren! Cela Su!